Hebben jullie al gehoord van de film The Creator? Waarschijnlijk niet, maar het lijkt op een film die een soort combinatie is van Oppenheimer en Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, waarover ik heel graag meer zou willen weten. Deze film die echt bijna uit het niks kwam, ziet er zo goed uit in de trailer. Daar moeten we natuurlijk vandaag even samen naar kijken. Dus laten we dat meteen gaan doen. De trailer is gemaakt door de makers van Rogue One, A Star Wars Story. Dus die zijn heel erg gewend om iets in de richting van sci-fi te maken. En nu maken ze een sci-fi film over wat als een AI de wereld over zou nemen. Wat een soort van een vervolg is op het plot wat we al zagen in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. De trailer ziet er geweldig uit en we gaan hem nu samen kijken. When the war started, they protected me. Took better care of me than humans would have. They're not people, Maya. It's just programming. 10 years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. Je merkt meteen aan deze film dat het een post-apocalyptische film is, doordat Los Angeles dan gebombardeerd is met een atoombom. Je hebt twee genres qua apocalypse. Je hebt apocalypse en daarin wordt de apocalypse, komt nog in de film. En je hebt post-apocalypse en dan is de apocalypse al voorbij. En volgens mij is dit dat tweede genre. This is a fight for our very existence. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. But the AI are developing a super weapon. Retrieve it. Or they win. Volgens mij is het plotpunt dus dat er een bepaald superwapen is wat de AI, die ook Los Angeles gebombardeerd heeft, ook wil hebben. En nu moeten de mensen dat retrieven om te zorgen dat de AI niet wint. Wat het net wel maakt dat het een soort lijkt alsof de kansen gelijk zijn, want wie het superwapen heeft, die wint. En dan heb je de grote plot twist, want het superwapen waarvan je denkt van wow, dit is een super geweldig wapen, is geen zomaar een wapen. Het is een cyborg. Het is een kind wat bestaat uit lichamelijke onderdelen en uit mechanische onderdelen om mee te blijven leven, zeg maar. En dat dit kind het plotpoint is, doet me heel erg denken aan een plotpoint van X-Men The Last Stand, waarin je een kind hebt wat mutaties kan uitzetten. Net als je dit kind hebt, wat ook een bijzondere power heeft, die je later in de trailer ziet. Are you going to heaven? No. You gotta be a good person to go to heaven. So, we're the same. We can't go to heaven, because you're not good. And I'm not a person. Do you have any idea what the thing is? She looks like a little girl now, but she's growing. Whoever has that kid wins the war. En dan zie je voor het allereerst hoe dat kind die powers gebruikt om in één keer alle stroom plat te leggen. En dan snap je het. Zolang de AI dat heeft, wint de AI. En zolang de mensen dat kind hebben, dan kunnen ze de AI in één keer door dat kind laten uitschakelen. Who said you want, huh? Ik denk dat het kiezen van Dream On als soundtrack van deze trailer een van de beste keuzes is die je ooit hebt kunnen maken. Het past zo goed bij het script van de film. What do you want, sweetie? For robots to be free. Oh, we don't have that in the fridge. How about ice cream?
En de trailer eindigt dan nog met dat super heftige actiebeelden. En daarin zie je gewoon echt ontzettend hoe erg dit een actiefilm is. Echt weer zo'n ouderwetse post-apocalyptic actiefilm. Waarvan ik denk, ja, daarvan heb je er nog niet genoeg. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze film. Naar mijn mening voelde het een beetje alsof deze film uit het niks komt. Ik heb er niks van gehoord. Van de ontwikkeling van de film The Creator. Ik ken de castleden niet echt. En toen zag ik de trailer toen ik naar Mission Impossible ging in de bioscoop. En toen dacht ik, wat? Dit bestaat? Dit komt uit in september. Dus ik ben ontzettend hyped voor deze film. Ik durf te zeggen dat deze film het potentieel heeft om de beste film van 2023 te worden. Ondanks dat het een beetje een underdog is met films zoals Mission Impossible, Barbie en Oppenheimer. Maar ik ben ontzettend benieuwd naar hoe deze film gaat uitpakken. Ik ga er zeker voor naar de bioscoop. Laat het weten of jij nu geïnformeerd bent over deze film en denkt, hey, ik wil het ook zien. En laat het zeker weten als je denkt van, hey, ik wil daar graag met Harm en Frodo heen. Dat lijkt mij in ieder geval superleuk. En dan zie ik jullie heel snel volgende week woensdag weer bij een gloednieuwe reactievideo. Tot ziens, tot later.